Hallo iedereen, hier is Chantal van Krachtmama en ik ben vandaag met een superleuke kerstkaarter. Deze kerstkaart is super makkelijk en super snel gemaakt, maar ziet er wel heel schattig uit. En is echt maar voor zo weinig gemaakt. Wil je dus snel leren hoe je een leuke makkelijke kerstkaart maakt en wat je nodig hebt? Blijf dan kijken. Wat heb je nodig voor deze leuke kerstkaart te maken? Lijm natuurlijk, dus papierlijm of alleslijm. Ik heb een A5 A4'tje met mooi papier en een A6 A4'tje iets kleiner, klein geknipt. Een pen en knopen. En alles wat ik gebruikt heb schrijf ik ook onder in de beschrijving. Je begint door met lijm je kleine witte kaart, wat iets kleiner geknipt is, op je kaart te plakken. En je kunt er ook gewoon een hele witte kaart voor gebruiken, maar ik vind het detailtje aan de achterkant wel heel erg leuk. En als je hem erop geplakt hebt, ga je je knopen plakken. En ik gebruik gewoon simpele knopen hiervoor. En hier kun je gekleurde knopen voor gebruiken. En welke knopen je eigenlijk zelf wilt. Maar ik vind juist dat zwart-wit wel een heel leuk effect hebben. Maar groen en rood is natuurlijk ook super leuk. Plak ze gewoon in een rijtje op volgorde. Op verschillende hoogtes op de kaart. Want dit worden eigenlijk je kerstballen. En ik moet zeggen dat het vrij snel droogt, waardoor je snel een leuk kaartje kan maken. Nou, ik ga nou met een oranje stift streepjes trekken naar boven toe vanaf iedere kerstbal. En kleine strikjes tekenen. En dit laat het effect geven alsof het dus inderdaad kerstballen zijn. Wat een heel grappig effect natuurlijk geeft. En ik teken gewoon uit de losse hand de strikjes. Op de andere kaart in het beginintro heb ik een stempel gebruikt die je op het moment bij de Action kunt kopen. Dat zijn kerststempels. Die kun je natuurlijk gebruiken. En je kunt het natuurlijk ook zelf snijden. Of zelf schrijven, sorry. Ik teken een klein strikje door lusjes te maken en streepjes te maken. En dan ga ik nog Merry Christmas op een kaart natuurlijk zetten. Waar je dus inderdaad ook kunt stempelen wat je zelf wilt. Maar je hebt dus zo heel snel een heel leuk kaartje gemaakt. En dit wordt dus ook mijn kerstkaarten van het jaar. Omdat ik ze gewoon heel schattig vind. En natuurlijk zo ook mijn oude knoop op kan maken. Hartstikke leuk natuurlijk. En je kunt natuurlijk je fantasie laten leven wat je zelf wilt. Je kunt natuurlijk zoveel knopen erop plakken als je zelf wilt. En zoveel detail erop maken als je zelf wel leuk vindt. En ik heb hele leuke stempels met vrolijk kerstmis en een kerstbal die je ertussen kan stempelen. Ja, wat je zelf eigenlijk maar wilt. Maar ik vind dit al gewoon een hele schattige kerstkaart. Het is net even onze gekochte kerstkaart. En vind je hem dan nog niet vol genoeg, kun je gewoon een extra knoop erop plakken en een extra kerstbal erop tekenen. Zoals ik hier doe. En je hebt zo eigenlijk binnen 5 minuutjes een leuke kerstkaart gemaakt. Nou, dit is dus het eindresultaat van mijn knopen kerstkaart, zoals jullie ook in het beginfilmpje gezien hebben. Ik vind hem super mooi geworden en dit zijn ook mijn kerstkaarten van dit jaar. En je kunt het dus zelf nog zo bont maken als je zelf wilt. Nou, dank jullie wel voor het kijken naar de 5e dag van DIY November. Wil je nog meer van deze filmpjes zien? Wil je nog meer DIY video's zien? Abonneer je op die knop hier beneden. Dan krijg je een e-mailtje wanneer ik een nieuwe video post. Blijf ook gewoon op mijn kanaal kijken, er komt in november iedere dag een nieuwe DIY video met een cadeautje. Een kerstornament of iets anders. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een super fijne dag. En onthoud jongens, be unique. Oep.